Mirjam Clermons werd 59 jaar geleden geboren in Brunssum. Op dit moment is ze nog burgemeester van de gemeente Onderbanken. Daarvoor was ze onder meer wethouder in Landgraaf. Hiermee komt een einde aan de jaren waarin Meersen geen echte burgemeester had. Voordracht is gekomen omdat de kandidaat, mevrouw Clermons, de beste kandidaat was die wij hebben leren kennen. Een van de onderdelen in de profielschets was dat wij de voorkeur gaven aan een vrouw bij gelijke geschiktheid. En ik heb net in de toelichting in de gemeenteraad ook gezegd dat we daar niet aan zijn toegekomen omdat er niet sprake was echt van echt een gelijke geschiktheid. Ze had duidelijk op het punt van bestuurlijke ervaring voorsprong op andere kandidaten, want ja, ze is nu al 8 jaar burgemeester en daarvoor 4 jaar wethouder. Clermons is de opvolger van waarnemend burgemeester Armand Kremers, die weer de opvolger was van waarnemend burgemeester Hans Schmid. Schmid volgde ruim 2 jaar geleden Ricardo Offermans op, die aftrad na de affaire van Rij. Offermans zou burgemeester van Roermond worden, maar bleek bij zijn sollicitatie geholpen door Jos van Rij, die toen wethouder was. Enkele maanden daarna kwam Meersen in een bestuurlijke crisis na de Tongzoen-affaire van wethouder Jo de Jong. Die trad af en pleegde later zelfmoord. Alleen maar twijfel. De emoties kregen de overhand in Meersen en de gemeente kwam in een bestuurlijke crisis terecht. Clermons moet de komende jaren de rust in Meersen terug laten keren.